Wat wil jij bij voorkeur zien morgenavond in de wedstrijd, Fred? Nou, wat ik, het allerbelangrijkste is natuurlijk dat we na 90 minuten 3 punten hebben. En volgens mij is dat het allerbelangrijkste. Qua voetbal? Nou, als we even kunnen voorbeduren op wat we de laatste wedstrijd hebben laten zien. Dan is het groeien in het team ziet er dan wel heel aardig uit. Ja, dan heb je veel kunnen trainen. Aan de andere kant ook veel jongens weg. Hè. Kun je dan enigszins peilen voor jezelf hoe die groep en die ploeg ervoor staat? Ja, dat is best wel moeilijk. Omdat, precies zoals je zegt, er zijn een aantal mensen zijn er niet en een aantal zijn er weer wel. En ja, uiteindelijk heb je pas een paar dagen voor, zeg maar voor deze wedstrijd van morgen, heb je het hele spulletje aan dek. En dan kan je pas ook echt gericht wat gaan doen. Ben je er voor jezelf helemaal uit hoe je gaat spelen morgenavond? Ja, dat heb ik wel in mijn hoofd. Kun je ons een inkijk in jouw gedachten geven? Oeh, dat is moeilijk. Er zijn meerdere mensen die daar moeite mee hebben om in mijn gedachten te lezen. Okay. Dus ik zal niet hele grote wijzigingen aanbrengen ten opzichte van de vorige wedstrijd. Nee, dus dat middenveld, dat kun je bedenken wie daar gaat spelen. Immers blijft basis spelen morgenavond bijvoorbeeld. Ja, Lexi blijft gewoon spelen, ja. Ja. Klaasie is weer fit, zegt hij zelf. Klaasie die ziet toch wel wat ik heb gezien. Hij heeft nu 1 dag, wat we gisteren hebben gedaan, daar stelde denk ik niet zo heel erg veel voor. Vandaag hebben we de standaard situaties gedaan, dus dat is ook niet zo heel veel. Dat kan hij allemaal nog wel volhouden. En Jordi nemen we, daar hebben we een plan mee gemaakt. We hebben net mee gezeten, eigenlijk al de afgelopen periodes. Even een aantal dagen rust, herstel, zodat alles goed kon herstellen. En dan hebben we een goed trainingsprogramma gemaakt voor hem. En dan gaan we hem klaarstomen voor richting donderdag. En wat betekent dat voor morgenavond concreet? Dat hij niet speelt? Dat hij morgen een hele goede training af gaat werken. Oké, hij gaat niet in de basis starten. Dan is er, alweer een tijdje geleden, maar het gaat snel in de voetballerij, juist in jouw tak van sport, is er een nieuwe keeper aangetrokken. En Erwin Mulder heeft voor hem vervelend nieuws te horen gekregen. Heb je weer uit tijd in moeten stoppen de afgelopen dagen en week misschien om met hem te praten, weer op te beuren? Ja, ik heb eerst een aantal dagen van bezinning. Daarna heb ik even met hem gezeten en hij kwam afgelopen maandag terug. En dan zag hij heel strijdbaar, keek hij uit. En dat is voor mij is dat het allerbelangrijkste. Is dat het moeilijkste onderdeel van je vak? Slecht nieuws brengen aan mensen die ook leven voor hun sport? Ja, de mens Fred Rutte heeft daar best wel problemen mee, ja. Maar de professional heeft daar geen enkel problemen mee. En soms moet je dat wel eens, scheiden, ja. Mm-hmm. Maar op zich, het gaat om, je zit bij een grote club. Een grote club met hoge verwachtingen, ja. En dan kan dit soort situaties kunnen zich voordoen. En dan moet je namelijk doorpakken. Wat zijn de eerste indrukken van Vermeer? Nou, wat we eigenlijk wel van hem hadden verwacht. Wel oké. Wel oké. Klinkt nog niet heel enthousiast. Nou ja, ik ken, iedereen kent hem en daarmee bedoel ik van oké, dat ik er content mee ben. Laat ik het dan zo verwoorden. Ja, doet wat hij moet doen en meer dan dat. Heeft hij ook met name die leidinggevende capaciteiten die je nodig hebt op die positie in je elftal om mensen te sturen achterin? Ik denk dat hij er wel kan, ja. Kijk, er staat natuurlijk een totaal nieuwe laatste linie staat voor hem. En de wedstrijd tegen Volendam stond weer een andere linie stond daar. Dus morgen wordt dat, dat zal misschien even wennen zijn, maar volgens mij, dat is ook een wet. Goede spelers, die vinden elkaar altijd. Over die laatste linie gesproken, Elma die is gekomen. Ja. Is dat nou voor jou serieus een optie om vanuit achteruit te laten voetballen of helemaal niet? Nou, kijk, ik hou altijd alle opties open en ik heb volgens mij tegen een journalist wel eens gezegd van ik heb Theo Jansen heb ik wel eens in een wedstrijd van middenvelder heb ik hem van achteruit laten spelen. Maar dat had ook te maken met de stand van de ranglijst, dus dat zou ook een optie kunnen zijn, ja. Hoe is het met Kazim? Is die fit of niet fit of een beetje tussenin? Ja, die begint wel steeds fitter te worden, wat ik zo van hem zie. Dus hij moet natuurlijk wel wedstrijden in de benen hebben. En wedstrijden in de benen, en dat betekent, hij heeft vorige week tegen Volendam 90 minuten gespeeld. De wedstrijd daarvoor een uur in Jong Feyenoord. Dus langzaam wordt hij wel fit.
Bij de selectie wel morgen? Ja, die is wel bij de selectie. 8 duels in 24 dagen vanaf morgen. Ja. Tussen morgen en dan naar het rijtje bekend met Sevilla, Ajax. Go Ahead 2 keer. Ja, het is al te vroeg om te spreken van het seizoen gaat dan gemaakt of gebroken worden. Hè? Maar hoe ga jij die fase in voor jezelf met je ploeg? Wat zie jij dan gebeuren in die komende weken? Allereerst vind ik het prachtig. Dat is met mijn belevingswereld van dit soort wedstrijden, deze cyclus kunnen werken is gewoon geweldig. Je leeft van wedstrijd tot wedstrijd en ook voor spelers is dit prachtig. Kijk, als je een totaal ingespeeld team bent, dan is dat nog wel wat makkelijker. Nou, de praktijk zegt namelijk dat wij nog niet helemaal tot in de detail met elkaar overweg kunnen. Dus dat kan wel eens een hobbeltje zijn, maar die overwinnen we wel. Is het onontkoombaar dat een ploeg die nog in ontwikkeling is, hè, in de competitie punten gaat verspelen als je uit Sevilla terugkomt of straks uit Kroatië of noem maar op? Ja, maar ook andere ploegen hebben dat. Dus kijk, de grootste teams in Europa die struikelen ook wel eens naar een midweekse wedstrijd. Dus het zal iedereen overkomen. Je wil dat niet. En ik ga er ook niet vanuit hoor. Want ik denk dat wij in staat moeten zijn, zeker fysiek. Of dat, en mentaal moeten wij namelijk zo'n cyclus kunnen doorstaan. Wie bekijkt Sevilla dit weekend tenslotte? Is iemand van jullie die kant op? Wij hebben Sevilla al gezien. Oké. Okay. Dus live. En deze zullen we niet live bekijken, maar die pakken via de banden. Pak ze daar dan ook maar, zou ik zeggen. En we gaan maar eerst morgen. Dat is denk ik het allerbelangrijkste.